Bij de nieuwelingen, Enzo Wouters. Bij de junioren, Kevin Del Tombe. En voor de belofte, Jasper Stuyven. Hier is hij, Tom Bonen. Tom, je hebt al één prijs binnen. Het is nog niet de hoofdprijs van de avond, maar het moment heb je al. Parijs-Roubaix, hoeveel kilometer heb je ook alweer in de aanval gereden? Ik denk 55 alleen of zo. Flandrien van het jaar is Lisbeth de Voogd. Zo. Guy, hoe moet ik deze twee boeken omschrijven? Sportissimo 1 en 2. Zijn dat twee galaboeken? Dat zijn twee galaboeken. En het uitgangspunt was, Karel, sport is passie, sport is emotie. Wij hebben 100 mensen uit verschillende geledingen van onze Vlaamse samenleving gevraagd. Beschrijf een keer jouw emotie, jouw figuur, jouw moment waar je ofwel verdrietig om werd, ofwel, zoals ik in de jaren 80 rond de Rode Duivel stond te juichen. Internationale Flandrien. Karel, kan jij wat meer uitleg geven? Ik niet, maar de mens die bij me zit wel, dat is de chef sport van het Nieuwsblad Sportwereld, Ludo van der Wallen. De Internationale Flandrien 2012 is Bradley Wiggins. Cyclist Tom Bonen wins this year's Flandrien of the Year award. Prime Minister Elio Di Rupo was asked to make the announcement and got more than he bargained for. Ja, geen kus. Geen kus, geen kus, kom hier. Zie je? Zo, dat moet ik even een keer vragen, hoor. Echt waar, dat kan je niet. Kus. De winnaar van dit jaar is Tom Bonen. Tom Bonen, of course, winning the Tour of Flanders and Paris-Roubaix. And he pipped Philippe Gilbert at the post for this award.